Jon Schaap, hoe is de haring dit jaar? Nou, de haring is dit jaar van zeer goede kwaliteit. Ze is wel iets kleiner dan andere jaren. Maar daarentegen hebben we wel een mooie vette haring. En qua smaak is ze zeer goed. Net zo goed als vorig jaar? Ja, in principe is ze bijna wat beter. Want vorig jaar vond ik het wat grotere haring. En ze zijn vaak wat iets stugger, zeg maar. En nu zijn ze wel wat malser. Wat verwacht je van de uitslag van de test dit jaar? Ja, zeer positief weer. Hè? Ik bedoel, we doen elk jaar mee en elk jaar is een nieuwe kans. Dus ook dit jaar verwachten we weer hoge scoring. Hoe gaat die test eigenlijk? Die test wordt door de consument samengesteld. Dus de consument moet eerst stemmen dat ze door een stemronde ingaan. En vanuit die stemronde dan word je dan genomineerd. En als je daar eenmaal doorheen bent, dan word je eigenlijk door een onafhankelijk panel. Die komt dan bij de winkel bij ons en die komt dan de haring testen. En die laat dan eigenlijk de consument testen. Dus die pakt gewoon de consument van de straat af. En die halen we naar binnen en die mogen dan gratis haring proeven. En die mogen dan ter plaatse de haring beoordelen. En daarvan wordt een cijfer bekendgemaakt. Mooi, dus ik denk dat deze test wel weer goed gaat. Deze test gaat zeker goed. En in principe, kijk, de AD-test was natuurlijk ook altijd een supermooie test. Alleen toen werd het door twee mensen eigenlijk beoordeeld. En nu wordt het eigenlijk door de consument, gewoon door je eigen klanten grotendeels beoordeeld. Wie regelt die test? Dat gaat uit van het VNV visspecialisten. Over heel Nederland? Over heel Nederland, ja. Dus elke provincie, maar van alle visspecialisten mogen zich daarvoor inschrijven. Dus je hebt je ingeschreven? Wij hebben ons, vorig jaar hadden we ons ingeschreven en zijn we ook winnaar geworden van Overijssel. En dit jaar laat ik het even aan een ander over. Hebben eigenlijk ons, ja goed, omdat we toch de mensen zeg maar steeds moeten stemmen. En soms dan wordt het voor de mensen wel eens een beetje te veel om te stemmen. Dus dan wil ik eigenlijk even een jaartje rust hebben. Dus je doet dit jaar niet mee? Dit jaar doen we niet mee, dus dan geven we ook een keer een andere kans om te winnen. Zit er nog verschillen in het schoonmaken met vorig jaar? Ja. Ze maken beter schoon. Ze zijn malser en ze zijn iets kleiner. Geen stukken haringen. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed met de haring. Hé, dank u wel. Het is makkelijk. Dank u. Hoe smaakt die, meneer? Geweldig. Ja, ik geniet echt.